Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga eventjes naar de stad, want ik heb even wat hempjes nodig. En smiddags heb ik gewoon echt geen energie meer, dus ik doe dat nu 's ochtends. Mama is even met Eden boodschapjes doen. Ik heb straks, bindweefselmassage. Hier vlakbij. Maar goed, dus ik ga eerst even naar de stad. Want ja, vanmiddag kom ik echt niet meer vooruit op de fiets, want dan ben ik gewoon echt te moe. Ik had gisteren tot het eind van de middag overleg op mijn werk. Nou, dat is gewoon niet oké. Ik ben zo moe dan. Verder gaat het echt hartstikke goed hoor. Ik bedoel, elke dag een stukje beter. Ik mag nog niet volledig werken van de huisarts. Maar het gaat echt wel beter. Alleen ik ben gewoon mega moe aan het eind van de dag. Dus, 's ochtends probeer ik het meeste te doen. Zodat ik dan 's middags kan instorten. Dit weekend hebben we helemaal niks op de planning staan. Dus dat is wel echt even lekker. Ik denk dat we... Eigenlijk moet ik even naar de kapper met Niels. Maar anders heb ik er niet zoveel kracht voor. Ik denk dat we eventjes naar de geertjeshoeven misschien willen. Want er zijn allemaal geitjes. Nou ja, misschien zijn die inmiddels ook alweer groter. Ja, ik denk dat we gewoon echt een beetje rustig aan gaan doen. Deze wochenende. Want ik heb gewoon niet zoveel energie. Maar we gaan gewoon lekker een beetje met het gezin rommelen. Dus het is fijn. Ik ben bij de stallerij is beland. Hier was altijd zo'n lange rok. Maar ik word daar zo mama van. Dit shirt vind ik leuk. Maar dit is gewoon een soort... Ik weet niet waarom staat andere mensen het altijd leuk. En ik word er echt een soort vrouw van of zo. Ik weet niet wat het is. Nou, dat dus. Nou, dit jurkje. Dat vind ik wel leuk. Een beetje bruin. Hier moet ik even mijn witte benen negeren. Oh, lekker. Dit licht, jongens. Schrikkelijk. Deze vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ik had op de site en ik twijfel heel erg. Cute. Alleen hier zit mijn cup op, dus ik moet er een ander pakken. Dat is wel leuk. Met dat bofmoutje. Ik draag gewoon heel veel jurkjes nu, dat is prettiger met mijn buik. Qua pijn, zeg maar. Kan nu wel ook broeken aan, maar ja. Oké, okay, mijn haar is inmiddels extreem statisch. Dit shirtje vind ik wel leuk. Ja, je moet even die broeken negeren. Ik vind hem wel leuk, maar vind ik hem geweldig? Geloof ik niet. Deze jas ben ik een soort van bodybuilder in. Het is gewoon een S, maar het is een soort van... Ja, ik weet niet of dat het model is, maar nee. Ik vond de kleur wel echt heel tof, maar ik weet niet, hij is gewoon heel breed of zo. Nee. Ik heb een Buddha bol zoiets gemaakt. Geheel zelf bedacht met hints van andere recepten, dus ik ben heel benieuwd. Mesje zo, en dan duwen. Goed zo, nog een keertje. Goed zo. Ja, goed zo. Nog een doormidden. Goed zo. Die ook nog. Is een beetje groot anders, hè? En deze nog. Zo. Oké, nou het vorkje weer. Nou de vork. Nee. Goed zo. Laat hij niet zitten. Huh? Deze maar. Hup. Ik heb trouwens weer de marteling gehad. De marteling die bindweefselmassage heet. Bij mij doet dat echt super pijn. En ze zei ook van ja, als het niet echt mega pijn doet, is het meestal ook niet een hele goede bindweefselmassage. Of je moet het echt wel heel vaak doen dat je het gewoon gewend bent. Maar ik kan je vertellen, ik was even niet geweest. Ik heb twee pakketjes binnen, dus ik dacht, ik pak ze even uit. Want ik ben beïnvloed door Whitney Simmons, zo'n fit babe iemand. Maar niet qua fitheid, maar haar haar. Ik vond haar haar fantastisch zitten. En toen ben ik zeg maar in een filmpje dat ik zat te kijken. Omdat ik zo'n Buddha bol wilde maken. Dat kwam omdat ik een filmpje van haar zat te kijken. En ik dacht, oh, dat ziet er wel lekker uit.
Maar toen was ik dus meer filmpjes van haar gaan kijken. En toen dacht ik, jeetje, wat zit haar leuk. En op een gegeven moment dacht ik, ga eens kijken of ze een soort get ready met me of zo heeft. En dat had ze. En ze had een trucje geleerd van haar kapper. En ik dacht, wauw, dit is echt precies het haar wat ik altijd wil. Dus ik heb twee dingen besteld. Die ene is ook al iets wat ik al langer op mijn lijst had staan. Ik dacht, this is the sign. Ik ben natuurlijk, wat ik laatst al vertelde, weer heel erg into mijn haar krullen. En wat ik toen ook vertelde, is dat ik Remington eigenlijk hele fijne tangen vind. En ik heb nu een smallere tang gekocht. Deze. Deze is 19 mm. Zij had het volgens mij over 3/4 inch. Dat is ongeveer 19 of 20 centimeter, geloof ik. Maar een smallere tang. Ik heb dus nu deze. De Remington Keratin Protect Curling Tong. In 30 seconden is hij warm. Nou, ik ben sowieso dus gek op Remington. Dus als ik morgen mijn haar gewassen heb, ga ik het doen. Ga ik het jullie laten zien. Ik hoop dat het lukt. Maar ik was hier gewoon mega benieuwd naar. En wat zij er verder bij deed. Dat klinkt ook als muziek in mijn oren. Is de Paul Mitchell Invisible Wear Undone Texture Hairspray. Deze. En nou, die heb ik dus ook besteld. Want ik moest sowieso een nieuwe blond shampoo hebben. Deze gebruik ik hooguit één keer in de week. Dit is zo'n mega paarse shampoo. Dit is de Fudge Professional Clean Blonde Violet Toning Shampoo. En deze gebruik ik altijd als mijn haar weer wat geler wordt, zeg maar, om het weer even een beetje de warmte er weer een beetje uit te halen. Ik heb van mezelf heel warm haar, want dit is mijn eigen haarkleur, voor wie het niet weet. Dit heb ik al mijn hele leven en in de zomers wordt het veel lichter en in de winter wordt het veel rossiger. Dat komt omdat mijn vader blond is en mijn moeder rood haar heeft en beide tinten heb ik. Maar goed, dat is verder niet zo heel relevant. Maar om zeg maar een beetje de warmte eruit te halen, vind ik altijd zo'n coole toon er doorheen. Zeker in de winter wel heel mooi. Dus dit doe ik, nou ja, hooguit één keer per week. Ik was mijn haar sowieso maar twee keer per week. Dus meestal doe ik één van de twee keren dit, maar niet altijd. Dus die moest ik sowieso hebben. En toen zat ik te kijken waar ze dan ook nog dit hadden. En dat hadden ze daar. Dus ja, we gaan dit morgen testen. Ik ben heel benieuwd. Slight change of plans. Ik zal volgende week mijn beste vriendje afspreken. Maar hij stuurde me vandaag appjes of vanavond appjes na het eten. En ik dacht, hè, waarom? Hij is niet zeg maar iemand die al een week van tevoren een tijd gaat afspreken. En hij zei, ja, zo 6:45 doen, bla bla. Bla bla. Nou, dat is prima. Maar ik zou even checken hoor, maar het is toch volgende week. Hij zo, fuck, hoe kom ik nou? Want hij had dus de 13e gezegd tegen mij. Hoe kom ik nou op de 13e? Het ging over vanavond. Ik zei, we zouden gaan eten en al wat gaan drinken. Ik zei, nou ja, ik heb op zich al gegeten. Ik ben nog aan het trainen met deze stijl. Net had ik onder de knie, maar nu niet meer. Oh ja, nu wel weer. Zo, wip. Naar beneden. En weer omhoog. Maar goed, ik zei, nou ja, het kan wel. Maar eten heb ik al gedaan, dus dan moet het nog later. Ik zeg erbij, zie ik haar als een huisvrouw. dus hij zei na de eten nog wel even bij deze borrel en dan doen we daarna. Dus nou, dat is prima. En dan moet je hem zo. Whip. Het whip concept snap ik nog niet helemaal. Nu gaan we afspreken, maar ik zei, dan moet ik wel even wat aan mezelf doen, want vet haar, dat zou ik dan morgen wassen, maar dat vind ik dan ook niet leuk. Toen dacht ik, nou weet je, als het nu is, dan ga ik gewoon smeren, slag droog shampoo in en dan kom ik. Maar hij zei, nee, dan ga ik wel even wat eten. Dus dat hebben we afgesproken. Maar toen dacht ik, dan ga ik mijn haar wassen, hoeft dat morgen niet meer. Dan wil ik toen meteen die krultechniek toepassen, maar dat is nu niet zo eenvoudig. Als je echt wel zien hoe het moet, moet je even naar Whitney Simmons kijken. En dan heeft ze een 1-hour get ready with me of zo. Die duurt geen 1 hour, maar je moet gewoon doorspoelen naar het haarstukje als je de rest niet wil doen. Maar goed, toen had ik dus bedacht van nou, dan gooi ik wel een droogsoap in. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon even met de kinderen douchen. En dan hoef ik mijn haar meteen niet meer te wassen. Dus ik heb even met de kids gedoucht. En dan moet ik nu even mijn haar doen. En curl. En dan. Ik moet zeggen dat ik hem aan deze kant beter onder de knie heb. Dus je draait hem één keer in krul, dan draai je hem los in een soort swirl, dan naar beneden en dan omhoog. Hey. Ik
ga het zo nog even aan de overkant laten zien. Dus je maakt gewoon één krul ergens halverwege. Nou, wacht je eventjes. Dan draai je hem eruit. Dan doe je een soort scoop. Trek je hem naar beneden. Draai hem erin. Nou, magic, magic, magic. Nou jongens, dit is dus een beetje het idee. Ik vind het voor de eerste keer helemaal niet slecht gelukt. Nu ga ik het sprayen met die texture spray. Dit is toch fantastisch. Goed, ik heb nu geen idee wat ik aan doe. Ik doe maar iets aan wat ik heb in de buurt heb liggen. Dit is mijn outfitje. Een blouseje van Stradivarius. Broek ook, schoenen. Weet ik niet meer. Ik zie je morgen. Goedemorgen, het is zaterdag. En gisteren was heel gezellig. Ik was op tijd thuis. 10:30 geloof ik. Ik heb niet zo goed geslapen. Ik was een beetje onrustig. Ik weet niet waarom. Ik had het idee dat Sven ook onrustig was, maar hij kan zich er zelf niet zoveel van herinneren. Dus misschien was het volle maan of zo, ik weet het niet, daar geloof ik niet zo in. Maar het was echt, ik heb heel veel gedroomd. Veel in een soort van, in mijn beleving, een soort van half slaap. Maar goed. We gaan zo eventjes, of ik ga zo even met de kids naar de kapper. Dan komt mijn beste vriendje daar ook heen, want haar vriend was ziek en ze zei we moeten echt even het huis uit. Dus ik zei prima, en de kapper is vlak bij hen. Dus ik zei nou, dan gaan we daar en dan gaan we of bij mij nog even een theetje drinken of bij een kroegje met de kids. Maar ik wil één op tijd in bed hebben, want we gaan vanmiddag naar de dierentuin. En daarvoor wil ik dan, zeg maar als zij gaat slapen, ga ik dan ook even slapen, zodat ik het red. Dus dat is een beetje de planning. Maar het was heel gezellig om mijn vriendje even onverwacht even te zien. Dus dat was leuk. Maar nu wel. Ja, nu ga ik even aankleden dan. We zitten bij de kapper. Even met deze twee broeken. Ja, nu is het de motorrijder, hè? Wij zitten dus in de zon, in de speeltuin. Coffee to go, in mijn geval thee. En de kids zijn aan het spelen. Wat romantischer klinkt dan het is, maar over het algemeen gaat dat heerlijk. Het ziet er heel relaxed uit. Het ziet er heel relaxed uit. Nu is het ook heel relaxed. Zo. Ik ben net met de kindjes bij de kapper geweest. En daarna dus even mijn beste vriendinnetje ook dus middens. En haar kindje in de speeltuin. Super gezellig. Heerlijk weer. Kijk. En nu ben ik kapot. Nu ga ik even uitrusten. Eli ligt op bed. Ik lag al vroeg in. Om iets over 11:30. Het is nu 12:00. Dus nu ga ik ook even liggen. En dan kunnen we straks lekker naar de dierentuin. We zijn in de dierentuin. Toen wij met het gingen doen, en toen wij met het gingen schrikken, toen zei die boe. Echt waar? Ja, zei met het op de poes. Toen wij met het gingen achter. Ik moet even naar de tijger te kijken. In de verte, maar hij was net vlakbij. Dus Elis zegt het hallo tegen de tijger. Dus is andere dingen doen. Kijk Niels, nog één. We zitten in de draaimolen. We zoeken waar ze zijn. Wij zijn weer terug van de dierentuin. Het was echt super leuk. En nou, de kids zijn zo lief geweest. De hele dag geen onvertogen woord. Het was echt heel gezellig. Ik heb Niels echt nog nooit zoveel zien lopen. Want normaal wil hij heel veel gedeeld worden. Maar hij deed alles zelf. En klimmen, klauteren. Dus, en Elin vond het ook heel leuk. Die was voor het eerst zeg maar, bewust in de dierentuin. Dus nee, het was heel leuk. En nu ben ik echt helemaal kapot. Ik hoop dat ik wakker blijf bij Wies de Mol. Ik denk het wel, want dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Dus ik ga ervan uit dat ik al wakker blijf. Maar zo hoe ik heb tussenmiddag nog wel geslapen. Iets van 3 kwartier uurtje. Maar goed. Goedemorgen, het is zondag. Sven is even met de kids naar de Eco Plaza. En ik ga me even opmaken.
We hoopten dat het droog zou blijven, is niet het geval. Vanmiddag eigenlijk even naar de biep, maar goed, moeten we maar even kijken of dat nog gaat worden. Wij zijn even aan het knutselen, want Niels zijn juf gaat met zwangerschapsverlof. Oh ja, dat er echt papier hoort. Nou, deze is af. Ik heb een plaatje van een gulkomst op een hele dag voor alle babyieren. Ja, eigenlijk was het gewoon heel cool. Oh, knoepduik. Ja. Wij gaan even naar buiten. Ik ben even aan het testen of mijn camera het überhaupt nog doet. Want ik heb geen scherm meer erboven. Dit is echt mega irritant. Ik ben aan het kijken naar een nieuwe camera. Maar ik word er ook niet heel gelukkig van. Dat, volgens mij werkt hij nog prima. Alleen zonder scherm. Best lastig. Oké, okay, ik film nu met mijn telefoon. Want mijn camera is kapot. Tenminste. Dit gaat goed. Maar ik heb geen beeld meer. Gewoon niks. Maakt niet uit waarop ik druk. Ik kan wel gewoon een foto maken. Maar ik heb geen idee hoe die eruit ziet. Dus dat is heel erg vervelend. Dus ik hoop dat ik dit kan importeren. Maar we waren dus naar de biep. Dat was superleuk. Ze hadden een heel groot bed. Daar heb ik een filmpje, een klein stukje van gefilmd. Maar... ik was redelijk gefrustreerd omdat ik mijn camera niet meer aan het praten kreeg. Dus ik heb daarna heb ik ook geen tijd voor gehad. Dus ik ben nu, Niels is nu met Sven aan het stoeien. Dus ik dacht, misschien kan ik het nu nog fixen. Maar ik weet gewoon niet wat er aan de hand is. Ineens, van het een op het andere moment. Ik ga de vlog maar afsluiten. Ik ga kijken of ik dit kan repareren. En zo niet, dan... afscheid nemen van deze camera. Ik hoop je leuk vond het zien. Gisteren was in ieder geval een hele leuke dag. Vandaag was ook prima, daar heb ik gewoon niet zoveel van gefilmd. Dus ik ga zo lekker naar bed. Ik ben heel erg moe. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Dan ben ik home alone, want dan is Sven op wintersport met zijn werk. En de kids logeren dan bij mijn schoonouders. Elin gaat daar donderdagavond al heen. En ik breng Niels dan vrijdag, omdat hij vrijdag nog school heeft. En dan heeft hij het afscheid van zijn juf die met zwangerschapsverlof gaat. Dus ik dacht, dat wil ik hem niet ontnemen. Dus dan breng ik hem met de trein naar Zwolle en dan pikken zij hem even bij het station op. Mijn schoonouders. En vrijdag heb ik ook nog een lunch met vriendinnetjes. Dus het wordt allemaal heel leuk. Maar ik hoop wel met de camera. Dankjewel voor het kijken. Doeg!